Dus op 30 oktober, volgende week, krijgen jullie op je rekening een bedrag van 64.288 euro. Wat wij gaan doen is verlichting aanleggen op het vierde veld. En dat betekent gewoon dat daar op dat veld ook nu tot in de avonduren getraind kan worden. En het is een duurzame oplossing daarmee. En wat dat betreft ook wel een unieke oplossing in de omgeving. Want dit wordt het eerste hockeyveld hier in Nieuw-Vennep met een LED-verlichting. Het bijzondere aan deze hockeyclub is dat ze het G-hockey willen promoten. En zelf nog geen G-hockeyteam hebben. En nu hopen met dit vierde veld en met verlichting het mogelijk te maken dat ze, doordat ze langer kunnen doortrainen, ook een eigen G-hockeyteam op de been kunnen brengen. Misschien wel meerdere.